Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. Vandaag ga ik een keer iets anders doen dan normaal. Ik heb namelijk de meiden van het YouTube kanaal Fem uitgenodigd om met mij een dagje uit te gaan op een western manege. Ik rijd natuurlijk normaal gesproken geen western, dus het is voor mij ook nog helemaal nieuw. Maar ik heb er wel heel veel zin in en ik ga kijken of die andere meiden er ook al klaar voor zijn. Ik ben nu aan het wachten op de meiden van Fem, want die zouden er zo zijn. En ik denk dat ik ze daar zie aankomen. Hoi, ik ben Jeremy. Esra. Hoi, Esra. Nou, we zijn hier op een western manege. Ja. En ik heb natuurlijk het YouTube kanaal voor paarden. Maar jullie doen iets heel anders. Dus misschien willen jullie je voorstellen voor de mensen die jullie nog niet kennen. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, wij zijn samen Fem met nog een paar andere meiden. En wij maken video's over beauty, lifestyle, fashion, lifehacks en nog veel meer. En wij gaan vandaag leren western rijden. Dus iets heel anders. Nou. Spannend. En hebben jullie ooit al een keer op een paard gezeten? Ja, ik heb vroeger wel eens paard gereden, maar dat is alweer een tijdje geleden. Dus het is wel weer eventjes wennen, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Dus, nou, en jij? Voor mij is het helemaal nieuw, dus. Oh, ik heb er spannend! Wel zin in. Ja, jullie doen ook iets met fashion, heb ik begrepen. Ja. Ja. En het leek mij wel leuk als we ons nu gaan omkleden tot cowgirls. Want we gaan natuurlijk western rijden. Ja, dat hoort erbij, dus laten we dat maar snel doen. Laten we gaan. Het is voor je schoenen. Tadaa! Nou, zullen we gaan? Ja. Ja. Let's go. Ik weet niet of je het kan zien, maar wat je dus ziet is dat die westen en ruiters allemaal een heel ander zadel hebben dan dat ik heb. En het grootste verschil is dat ze zo'n knop voorop hebben. En heel veel mensen die denken dat het is om je aan vast te houden, maar dat is eigenlijk om je lasso aan te binden als je een koe gevangen hebt. Er zijn hier al een aantal mensen voor ons aan het showen. Eentje in echt in showtenue, wat ze dus ook dragen op een wedstrijd, zoals wij het noemen. En twee dames die rijden in gewone kleding. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel spectaculair wordt. Dus, we zullen zien. Ja. En voordat wij natuurlijk zelf aan de slag kunnen gaan, moeten we eerst even voetzet opzadelen. Ja, lekker hè. Je bent echt enthousiast. Dat had ik niet gedacht voor iemand die nog nooit had gedaan. Het zadel is een beetje zwaar, dus dat wil ik wel doen. Maar iemand van jullie wil vast wel die pet erop leggen. Ja. Wow. Marcel, wat vonden jullie ervan? Ja, leuk. Leuk hè? Wat was het leukste? Het spinnen. Ja? Duizend. Oh, ik vind stoppen leuk. Echt heel handig. Ja, dat is ho, dat hij meteen de hoek stilstaat. Daarom. Nou, ik wil jullie bedanken dat jullie hier waren en een keer iets anders wilden doen in plaats van met beauty werken. Ja, bedankt. En voor mijn kijkers, zeker een keer kijken op hun kanaal, want het is echt heel leuk. Oh. En nou ja, tot volgende week. Doeg! Doeg.